De eerste vraag die ik erover heb is hoe er doorgaans wordt gereageerd op een coming-out in een kerk. Bijvoorbeeld de evangelische of reformatorische kerk. Ja, je ziet dat in veel kerken dat het redelijk goed gaat. Zoals iemand uit de kast komt, dat er redelijk goed mee wordt omgegaan. Maar dat het in reformatorische kerken, in evangelische kringen, baptistengemeentes, dat het toch vaak wel wat moeilijker ligt. Je ziet over het algemeen wel dat er een schokgolf ontstaat. Van wow, wat gebeurt hier in onze kerk? En na die schok, dan hoor je al wel vrij snel de eerste opmerking van... Ja, goed, je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Nou goed, dat is ook best wel een opmerkelijk onderscheid natuurlijk. Want ik denk zelf dat die Bijbel het onderscheid niet zo duidelijk maakt. Jezus die zegt ook, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel in zijn hart gepleegd. Beetje alsof je kan zeggen, je mag al van porno houden, maar je mag er niet naar kijken. Ja, precies. Dat is een heel opmerkelijk onderscheid natuurlijk. Hetzelfde geldt een beetje van dat mensen wel zeggen van John, ik zou je van harte een homorelatie gunnen, maar ik mag het niet vanuit de Bijbel. En dan denk ik dat is toch ook wel heel opmerkelijk, want het zijn diezelfde mensen die mij in dat rijtje plaatsen van de overspeligen en van de dieven die niet het koninkrijk van God zullen beërven in 1 Korinthe. En tegen een dief zeggen dus niet van ik gun je van harte dat jij een brood steelt bij de bakker, maar ik mag het van mijn geloof, mag ik het niet. Exact. Dus dat is ook heel opmerkelijk. Ja. Maar goed, na die schokgolf zie je vaak die opmerking van je mag het wel zijn, maar niet doen. Mm. En dan zie je helaas, en er zijn me veel verhalen bekend, dan zie je toch dat mensen uit de gemeente worden gestoten of dat zij zich zodanig onveilig voelen dat ze zelf uit de gemeente stappen. En hoe erg is dat?